Gangnam Style. Gangnam Style. Kook 300 gram kipfilet in blokjes met 3 laurierblaadjes en 10 pimentkorrels. Breek de kipblokjes in kleinere blokjes en bak deze 3 minuten in 3 eetlepels zonnebloemolie. Welke naam staat op nummer 1 op het verlanglijstje van moeder? Op nummer 3 staat Tom Tom. Pak 200 gram gerookte kipblokjes of spekblokjes. Op nummer 2 staat Only Sony. Drie eieren loskloppen en roerbakken tot het korrelig wordt. Zout naar smaak. Nummer 1 is de meest begeerde naam. Nummer 1 staat Tony Macaroni. Op nummer 4 en 5 staan de namen Ali Goedgedrag en Frans Duits. Doe 2 eetlepels zonnebloemolie in de pan en bak 3 spiegeleieren. Rol straks de spiegeleieren op en snij ze in reepjes. Bak een paar minuten 150 gram prei gesneden in 3 eetlepels zonnebloemolie. Voeg 150 gram witte kool gesneden en roerbak deze. Voeg 500 gram gekookte rijst, koud, en roerbak nog 5 minuten. Nu volgen de kruiden. Voeg wat zwarte peper. Halve theelepel Laos, gemalen. Een theelepel komijn, gemalen. Een mespuntje fijin of ajinomoto. Halve theelepel zeezout.
mix alles. Nu de vleeswaren en eieren. Voeg de kipfilet blokjes. Voeg de gerookte kipblokjes of spekblokjes. De gebakken eikorrels. De versneden spiegeleieren. Voeg de gerookte ham in blokjes. Voeg wat sojasaus light. De nasi is klaar, mix alles. Het is crisistijd. Ik moet mijn kameel vastbinden aan een boom. Dan moet ik midden op de weg een bevalling volgen. Aan de andere kant van de weg zie je dat twee mannen met de ezelskar tegen een boom aangereden zijn. Omdat de medicijnen van een goedkopere fabrikant waren. Enkele restaurants stoppen slaaptabletten in de nasi, zodat de junks thuis verder kunnen dromen voor Chinese nasi. Vanaf nu kun je na het eten gewoon mijn recepten volgen. Thank you.